Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op het Ultrex, de enige echte. Nou, deze vlog heb ik opgenomen vlak na de vlog die ik gisteren heb laten zien aan jullie. Ja, het is zover jongens, het is zover. Wat heb ik gekocht? Het heb in ieder geval, ik kan alvast één ding zeggen, het heb met dit hoekje te maken. Dit hoekje. Mijn setup. Daar heb het mee te maken. Nou ja, ik heb het natuurlijk al in de titel gezet. Ik heb een nieuwe PC gekocht. Ja. Ik heb een nieuwe PC gekocht. En met deze nieuwe PC verandert er een hele hoop. Want mijn setup ga ik helemaal veranderen. Ik ga mijn setup helemaal veranderen. Ik heb nu één beeldscherm. Ik heb bij deze nieuwe computer heb ik een nieuw beeldscherm gekocht. Maar het beeldscherm wat ik al heb, die is nog goed. En die ga ik gebruiken als tweede scherm. Dus ik krijg dadelijk twee schermen. En deze setup gaat dus helemaal veranderen. Ik moet nog terug naar de winkel waar ik mijn PC gekocht heb. Want ik ga ook nog zo'n soort arm halen. En ik zag toevallig een arm van deze microfoon, de Yeti. Ik heb natuurlijk al een heleboel jaar heb ik deze. De Yeti heb ik. En daar heb ik een soort arm voor gezien. En die ga ik dus ook nog halen. En ik wil later met de tijd, wil ik ook nog hier op die tafel, ga ik van die LED-verlichting ophangen. Dus ja, dat in ieder geval. Het wordt in ieder geval fantastisch, wordt het. Nou, ik moet nog even een foto maken van de oude setup. Want de oude setup gaat echt heel snel veranderen. Ik ga het zo dadelijk, ga ik niet nu doen. Doe ik later eventjes. Ga ik eventjes, zonder camera ga ik eventjes alles even schoonmaken, opruimen. Oude computer weg. Oude monitor heel even weg. En dan ga ik eerst even de nieuwe computer even aansluiten. Ja, ik heb een heleboel jaar met deze computer gedaan. 2018. Dus ja, hij is wel toe aan vervanging. Na 6 jaar is het mooi geweest met deze computer. De Asus. Ja. Hoop video's mee geëdit. Ook dingen mee gedaan. Nou, en dit is dus het beeldscherm wat mijn tweede scherm wordt. Die komt dus aan de zijkant. En dan komt de nieuwe scherm komt dus in het midden. En deze setup gaat dus veranderen. Die microfoon die zit nu nog op een standaard. Die gaat als een soort arm gaat die. Dus er gaat een hele hoop veranderen. Ik ga nog even één ding laten zien. En dat is natuurlijk de nieuwe computer natuurlijk. Want die moet ik natuurlijk even laten zien natuurlijk. Daar komt hij. Tada, 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 tada. Daar komt hij. Dat is hem jongens. Dat is mijn nieuwe computer. De Aresus Medion HDMI. Mijn nieuwe computertje. Er staat weer een lege fles in beeld. Dus ja, dat is hem. En dit is mijn nieuwe monitor 27 inch, een Nitro XFO game monitor. Dus ja, dat is hem. Ik heb natuurlijk ook nog mijn laptop, die heb ik ook nog. Maar dit is dus mijn nieuwe spelendingetje. Hier ga ik dus de aankomende jaren heel veel video's mee maken, editen, livestreamen. Je kan het zo gek niet bedenken. Dit is dus mijn nieuwe computer. Nou, ik ga hem even neerleggen. En dan ga ik even op mijn gemak hier ga ik het doen. Ik weet niet of dat ik vandaag, dat het vandaag afkomt. Mijn nieuwe computer. Want ik wil echt even op mijn gemak hier alles kunnen doen. Echt even op mijn gemak hier. Even op mijn gemak hier even alles opruimen. Netjes maken. Voordat ik pas mijn nieuwe computer daar neer ga zetten. Dus
Ik ga hem even neerleggen en dan ga ik zo wel kijken hoe ver ik gekomen ben vandaag met de computer. Dus ik zou zeggen, jongens, tot zo. One eternity later. Zo, nou in ieder geval, ja, we zijn weer 24 uur verder. Nou, meer dan 24 uur verder. En ja, gisteravond was het al klaar, maar ik heb nog zoveel lopen downloaden en zo om de computer in orde te krijgen. Nou, momenteel ja, is het nog een beetje dezelfde setup als hoe het was, alleen met mijn nieuwe computer. Ik heb mijn webcam aangesloten, ik heb mijn microfoon aangesloten, ik heb al een paar spelletjes geïnstalleerd. Hij doet het in ieder geval, ik kan er in ieder geval mee spelen. Hij is in ieder geval ja, in ieder geval is die te gebruiken. En ja, zo ziet hij er dus uit. Het scherm is echt 300 keer groter dan wat ik had. Want ik had het oude scherm ernaast gehaald. Nou, het is gewoon ja, veel groter. Nou, microfoon doet het weer. Er wordt dus binnenkort zo'n schuifbare. Toetsenbord, muis. En dan is dit de computer. Ik vind het wel heel mooi met die verlichting. Ik vind het echt heel mooi. Prachtig. Dus hij doet het in ieder geval, jongens. Je kan in ieder geval weer spelen. Alleen, ik heb één probleem. Ik gebruik altijd voor mijn video's, gebruik ik altijd Windows Movie Maker. Nou, bij deze nieuwe Windows. In ieder geval, nou, hij doet het niet. Ik kan hem niet installeren. Hij is gewoon niet meer te verkrijgen. Dus ik moet op zoek naar een andere. Ik heb OBS is voor op te nemen. Ik heb nog een ander programma gebruikt. Daar doet hij het ook niet op. Dus ik moet voorlopig eventjes op mijn laptop even de video's editen. Dat kan nog niet op deze computer. Maar ja, in ieder geval, hij doet het in ieder geval. En ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Er moeten nog wel wat dingen veranderd worden. Die monitor lukte niet. Past op een gegeven moment op de een of andere manier paste dat niet. Heel vreemd. Terwijl het dezelfde aansluiting is. Dus dat is heel erg raar. Ik moet even naar kijken. En wat wou ik nou nog meer zeggen? Ja, hier moet dan nog die arm komen. Dus ja, in ieder geval. Mijn nieuwe computer doet het in ieder geval. En ik kan ermee spelen. Alleen nog niet editen. Maar dat... daar ga ik nog even wat op verzinnen. Dat is nog niet helemaal je van het. Maar ja, dat komt nog. In ieder geval, ja, dit was even de video. Unboxing. Nou ja, unboxing. Ik heb hem niet echt uit elkaar gehaald. Ik heb gewoon even wat over verteld. In ieder geval heb ik laten zien dat hij het doet. Dus het is niet echt een unboxing geworden, maar in ieder geval, ja, hij doet het. Ik ben er hartstikke blij mee. Dit was even de video. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer leuke video's van mij. En ik spreek jullie allemaal weer bij een volgende vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes aan deze kant. Bye bye. Hoi.